Op de party, zeg maar. Ja. Maar naast de drugs stond Gabber ook bekend. Natuurlijk om de trainingspakken, om de Nike Air Max, om de kale koppen. Waarom was er zo'n uniform destijds? Uniform, ja. Veel mensen die vonden het leuk om dat samen zijn, weet je wel. Dat gevoel van, hé, vriend, kijk, we hebben dezelfde ene Gabber. De naam Gabber, weet je, Gabber. Ja. Je maatje. Nike, je wil bij elkaar horen. Dat is het. Dat was het inderdaad, ja. En dan samen dezelfde outfit gewoon gaan hakken. Wij waren eigenlijk de zwarte schapen. We hadden namelijk nooit een Aussie. Dus weet je wat wij de DJ's niet eigenlijk, de DJ's. Nee, weet je wat wij altijd aan? Ken dat nog? Adidas broek. Adidas, dat kan ook niet. Jullie, want jullie waren sowieso een beetje... Ja, wij waren te veel in Duitsland geweest en daar was Adidas super populair. Ja. Dus wij gingen in een Adidas trainingspak, klopt, gingen wij naar Nederland terug. Dan kom op het punt. Je hebt dus hardcore. Hij komt uit de hoek hardcore. De bassen keihard. Dit zijn de echte mannen. Jullie gingen heavy hardcore maken. Wij waren al heel vroeg... Wij waren de mietjes. Ja. Wij zaten in Australië, in Amerika en in Engeland veel. En daar kwam een andere stroom. Dat was namelijk geen happy hardcore of grap, maar dat was rave. Dus wij namen die rave scene namen wij mee naar Nederland toe. Daar liepen wij in Adidas broekjes en hadden wij in onze plaatjes al heel rauwe vrolijke nootjes. En dat zang. Werd de happy hardcore. En ja. Nou ja, samen met dat Engelse breakbeat en Duitse rave, als je dat samenpakt, krijg je happy hardcore. Als je daar een eigen jasje, een eigen swing aan geeft, zoals Paul heeft gedaan, dan krijg je een typische Paul Elstak, happy hardcore, die net even weer iets zeg maar beukt. Daar gaan we kijken naar de hardcore. Niet ingewikkeld happy hardcore hebben we beeld van. Je hebt alles met drugs gedaan, we hebben het met ons verstand gedaan. Ga naar happy hardcore beelden kijken, man. Kom maar, jong, kom terug. Beetje. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Die schreven jullie ook zelf? Ja, de teksten die schreven we gewoon zelf. Ja, en dat lieten we dan inzingen door een zangeres of een zanger. En de ook pitch. Ook wel riant en open, hoor. Ja, maar zeg je dat nou pas? Waar gingen de teksten over? Heel diep waren ze. Over liefde, jongen. Okay. En waren jullie daarom mietjes, omdat het over liefde ging? Of hoe, want jij zei, wij waren de mietjes. Ik denk dat het kwam omdat er gewoon een hele groep naar de hardcore feesten toe gingen. Dat waren de diehards. En toen kwam dan zeg maar die variant, die happy hardcore, met die gepitchte stemmetjes. En dat was dan net even, ja... De eerste happy hardcore, wat ik dan zeg, happy hardcore noem, kwam uit Schotland. Yeah. En dat werd er gewoon heel veel gedraaid. Iedereen draaide dat. En dat was gewoon een stroming, zeg maar. Maar de happy hardcore, wat de media, zeg maar, die naam geeft, zijn eigenlijk de radiosingles die op de top 40 hoort. En dat vind ik eigenlijk meer dance, met een harde, snellere dance dan happy hardcore eigenlijk. Maar we hebben toch goede tijden gehad, Paul? He? Ja. Dan stonden we in de Kuip. Voor 40.000 man. Wat een kippenvel was dat. Ja, dat is kidsmuziek eigenlijk. Ja, maar dat is voor de kinderen die dat leuk vindt. Ja. Zeg je nou kidsmuziek of kidsmuziek? Kids. Kinderen. Nou ja en nee. Okay, we zijn nog steeds drijven overal. En vooral over heel Europa. En als je ziet dat die scene, waar we nu over hebben, nog altijd voortleeft in bijvoorbeeld Schotland. We staan op parties voor 15.000 kids. Bestaat Gabber nog inderdaad? Met nieuwe happy hardcore. Ja, hedendaags. Met jong en oud wat er losgaat. Ja. Dus alleen ja, in Nederland begint het nu wel weer te komen. Want ja, we draaien vaak maandelijks op zomaar parties waar dit soort muziek weer terugkomt. Maar in Schotland is het nooit weg geweest. Waar het ook vandaan komt, wat Paul al aangaf. Ja, maar toch, na jarenlang draaien voor volle stadions. Nu op een zaterdagavond, jullie zijn nog geen rustige mannen die terugkijken op die mooie oude tijd. Na jaren van takkenherrie. Nee. Nou, ik moet je zeggen dat ik wil wat... Ja? Kunnen jullie het nog? Nou, ik doe wat minder. Vroeger heb ik heel veel feestjes gedraaid. Tegenwoordig doe ik er nog 2-3 in de maand. Maar ik heb een andere passie. Ik ben namelijk zenleraar. Zenleraar? Ja. Dat is wel het andere uiterste, hè? Meditatieleraar. Dat doe ik al 10 jaar. En begin dit jaar ben ik begonnen met het geven van lessen. Oké. Okay. Maar toch nog heel even terug dan voordat we hier met z'n allen in de zenmodus gaan. Ik wil je nog 1 keer aan het werk zien. Kunnen jullie het nog? Ja. Wij gaan dadelijk staan. Ja? Ja? Nou, kom maar op, zou ik zeggen. Top. Ja? Ja, nu. Wie er eerste is, mag gaan draaien, mannen. Er mag gehakt worden. Ja. Dus iedereen even omhoog. Ja, er moet gehakt worden zelfs. Kan jij hakken? Ik kan absoluut niet hakken. Ik ga niet eens proberen. Oh jee. Ik wil wel die handen zien. Oké, kom op, jongens. Ja, ik ga gaan. Tot zover deze aflevering.
van de zomer draait door en om 5 voor 12 wordt deze uitzending herhaald. Dan zijn we er weer. Tot dan.